Goed zo. En om 2 uur heb ik een afspraak met de dierenarts. Het komt eerder misschien, heel misschien, in de buurt bij een tumor. Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ben... Oh mijn god, kijk mijn schoen. Kijk. Ik weet niet of je het ziet, maar hij zit echt... wacht, ik ga het jullie even laten zien. Dit is echt erg. Ik dacht, ik kan wel even met deze gimp de paddock in. Niet dus. Nou ja, boeien. Het zijn toch oude schoenen. Ik ben lekker bij de paardjes. Eindelijk. Ik ben de hele week niet geweest. Want mijn verstandskiezen zijn eruit gesneden in het ziekenhuis. Het heeft echt super veel pijn. Dus ik lag de hele week op bed. Dus eindelijk bij de ponies. En Guusje die volgt mij. Wat is er, Guusje? Ben je mij aan het volgen? En ik riep de ponies net al. Dus ze keken helemaal niet naar me op. Maar dat is alleen maar een goed teken dat hun het goed hebben. Ik zeg altijd, zodra ze niet meer aan mij hangen, dan voelen ze zichzelf echt heel erg thuis. Dat hadden ze op de vorige stal wel heel erg. Dan had ik echt het idee als ik dan kwam dat ik echt hun... ja, uitje van de dag was, zeg maar. Hoe? Nou ja, en dat hoort natuurlijk niet. Dus nou ja, als je kijkt, eigenlijk helemaal niet om dat ik er ben. Leuk ponies als ik na een week kom. Nee, grapje, is alleen maar een goed teken. Hey Diego! Kijk, ze staan lekker in de wei. Lekker te eten. Ik heb even appeltjes voor ze gehaald. Hallo jongens! Oké, wie zou er het eerst komen? Ik denk Diablootje. Potsie, Donna, Diablo, Diego. Hey, Diaapje. Oh, nu komen ze toch wel allemaal. Hey, liefje, zachtjes met mijn wang. Hi, Diego. Ben ik toch wel interessant? Op. Ben ik toch wel interessant? Mijn wang is trouwens nog wel een beetje dik en rood. Dus jullie gaan er wel zachtjes mee doen. Hey, Boets. Hey, vriend. Hi, jongen. Ik ben gewoon blij dat ik er ben. Ja? En Donnie, hoe is het met jou dan, meisje? Donna was van de week heel erg hengstig. Dus Diablo wordt deze maand ook gecastreerd. Want dat gaat niet echt mee. We willen niet het risico dat Diablo er wel op gaat. Hé, meisje. Hé. Hey. Dat is niet zo raar. Donna krijgt alweer wintervacht. Oh, wat heb ik nou? Zag je ze? Pomboets. Oh, daar moet ik nu niet aan denken hoor, met die getrokken verstandskiezen om nu een appel te eten. Ik heb echt gewoon de hele week alleen maar van nieuwe vlagen gegeten. Lekker hè, schat. Diego, Diaap, Donny. Nou, dat is de hele appel voor jou, Boets. Heb jij even geluk. Boetske. Ik denk dat ik Boetsje even lekker ga poetsen. Zullen we dat maar eens even doen? Ja. Oh, dit kleine aapje wilt wel wat. Kom dan, die aap. Ik denk dat ik hem ook even ga poetsen. Want hij heeft echt heel... Ja, hap dan. Daar heb je tandjes voor, hè? Happen. Goed zo. Kijk, Diablo krijgt heel erg heksenknopen. Dat zijn maandjes zo lang worden. Maar ga eens even poetsen doen. Happen. Kleine afro-man. Diablo. Nou, poets. Ga je mee? Kom maar. Of ga jij eerst mee? Dat mag ook. Kom maar. Dan ga jij eerst mee. Oh, nu wordt ze een beetje jaloers. Kom maar, gaan jullie allebei even mee? Oh. Kelsey vindt Boets leuk. Oh, zo lief. Nou jongens, zo in de zon is nog best wel warm. Ik heb Diablootje hier, omdat Diablo zonder halster meeliep. Want ik heb daar zo mijn zadelkast, dus hij liep uit zichzelf wel braaf mee. En moeders die staat hier. Ik denk, waar ga je met mijn kind naartoe? Nee, kijk, zijn manen, dat worden heksenknopen. En ik vind het heel zonde als dat afbreekt. Dus ik ga even lekker Diablootje poetsen, even mooi maken. Hij had een klein wondje op zijn rug. Misschien doe ik daar eventjes iets op. Had ze even een hapje van Diablo genomen. Ja? Maar hij doet het echt wel braaf. Want hij staat hier nu voor het eerst op de poetsplaats.
Boots en Diego staan nog in de wei en hij doet dat eigenlijk heel braaf. Dus dit monster gaan we even een beetje oppoetsen. Nou, met Diablootje een beetje de basis aan het herhalen. Dat ik nu wel merk dat hij best wel hengs begint te worden. En hij wordt gecastreerd, maar het is wel belangrijk om dan ja, goed die basis door te nemen. Dat hij dan best wel brutaal wordt. En Diablo kan sinds kort op het blok. Blok, kom maar. Blok, goed zo. Wauw, wat goed. Wat goed van jou. Goed zo, die aapje. Terug, kom. Oh, nee, kom. Terug. Diablo, terug. Goed zo. Blok, kom maar. Blok, goed zo. Heel goed. Die aapje, blok. Goed zo. Heel goed van jou. Goed hoor. Kom, let op. Kom maar. Blok, kom. Zelf doen. Kom maar. Kan je wel. Ja, wat goed. Oh, goed zo. Wat zit die op? Uit jou. Kom maar, mag je naar je vrienden. Goed gedaan. Kom, terug. Terug, pas op. Ja, ga maar naar je vrienden. Oh jongens, kijk nou die vlek in zijn manen. Dat blijft. Hij is dus tegen dit hek gegaan. En daar zit allemaal van dat bruine plakspul in. Ik hoop echt dat dat er nog uitgaat. Ga dan naar je vriendjes. Doe maar. Doe maar, Diablo. Goed zo. Hij loopt hier echt alsof hij hier al jaren loopt. Super grappig. Onderweg naar zijn vriendjes. Ja, doe maar. Kijk, moeders, hij is weer terug. Oké? Nou, Diego ook weer helemaal blij. Hij was zijn vriend net al aan het roepen. Ik kwam er een keer een half uur later achter dat Diablo weg was. Dit is echt te schattig. Dit is het halster dat Boots om had. Toen die kwam als veulentje bij mij. Dus dat halster is echt wel 13 jaar oud. En nu heeft Diablo Boots zijn veulenhalster om. En hij zit strak, maar hij past hem nog steeds. Dus ik merk dat Boots zin heeft om iets te doen. Kom maar. Kom. Ja, 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 ja. Dus gaan we even doen naar Bootsie. Nou, één keer. Doe maar dan. Sta op. Wauw, goed zo. Kom maar, jongen. Oké, jongens, de tijd van de gympies dragen op stal, dat is voorbij. Dat gaat niet meer. My shoes. Zo, ik heb Boetje ook even lekker gepoetst. En ik wou eigenlijk iets met hem doen, maar ik moet een beetje opschieten. Want om 2 uur komt de dierenarts bij binnen toe. Want hij heeft een hele grote harde bult in zijn bovenlip, zeg maar daar. En het... Ik vermoed niet dat het om een insectenbeet gaat. Dat het ook het groeit. Zeg maar, ik kwam er 2 weken geleden achter en nu is het alweer veel dikker. Dus ja, ik denk dat ik Boots gewoon zo lekker losklik. Dat hij weer terug mag, want ik wil ook niet elke keer dat als ik er ben, dat ik meteen wat van hem verwacht qua vrijheidsgezuur of qua werk. Dus dat zachtjes Boots, dat gewoon een keer lekker rustig Boots ook gewoon kan. En Boots is eigenlijk super relaxed. Alleen hebben we een beetje last van de vliegjes. Maar ik ga hem denk ik losklikken naar zijn vrienden. Hoi Aapie. Boetje. 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 Boetje is altijd zo lief.
Nou, hij is altijd in een knuffel bij je schat. Moet je wat altijd knuffelen? Love you, moet. Oh, kijk nou. Zo lief. Love you. Oh, hij is echt lief. Ik ga jou losknikken en dan mag je lekker naar je vrienden. Ik heb hier even een beetje opgeruimd. Ik dacht, kan Boets een beetje gras eten, maar hij blijft ook gewoon nog staan. Kom maar, schat, gaan we terug. Hey Boets. De jongen. Ga maar naar je vriendjes. Nee, toch nog niet? Ik heb niks meer, schat. Hey Boets. Doe maar. Ga maar naar je vrienden. Goed zo, jongen. Ik ben nu bij Winnetou op stal en om 2 uur heb ik een afspraak met de dierenarts. Het is nu 2:10, want Winnetou heeft een hele harde bult in zijn lip, bovenlip. En ja, dat vertrouwt gewoon niet en hij loopt sinds 2 weken al niet helemaal goed. Op het harde en op de stenen loopt hij rechtsvoor best wel, nou niet kreupel, maar hij loopt gewoon niet zuiver. Maar onder de zachte ondergrond wel, zoals in de rijbak, dus ik dacht eerst een hoefsfeer. Nou, hoefsmid is gisteren geweest, maar hij kon geen hoefsfeer vinden. Dus ja, daar baal ik wel van, want dan hoop ik niet dat het erger is. Dus ja, ik ga winnen falen en dan zullen we het zo wel horen. Ik ga even proberen of ik jullie zijn lip kan laten zien. Je ziet het niet heel goed, maar het is wel echt zielig. Dus ja, met dat soort dingen wat ik niet vertrouw, laat ik gewoon een dierarts komen. Dus ik ga Win even ophalen en dan zie ik jullie zo weer. Ik heb Win. Kijk, het is hier zo, bij zijn neus. Ja, je ziet het echt totaal niet, maar het is ook echt heel dik. Het zit echt, zeg maar, hier zo bij mijn duim in een hele harde bult. En ik vond hem nog steeds niet helemaal goed lopen. Dus daar laat ik de dierenarts ook even naar kijken. Maar het zit in ieder geval hier. Zijn bovenlip zit een heel hard stuk. Oh, nu zie je die bult wel. Hier daar zo een stuk dikker. Nou, ze deed ik af toen en ja, maar verwacht hè, Win. Doe maar Hinneke, roep ze maar. Doe maar, doe ze maar roepen. Goed zo. Goed zo. Oké, de dierenarts is net geweest. Als je niet tegen bloed kan, dan moet je nu eventjes niet kijken. En dan zal ik eventjes hier in de video zetten naar welke tijd je moet doorspoelen. Oké, er komt nu een klein stukje met bloed. Zoals ik jullie al zei, Winnetou had hier een hele dikke bult. En de dierenarts is net geweest en we hebben hier een, ja, wat cellen van weggehaald om te kijken wat het is. Hij heeft ook een beetje gebloed op de grond. Hij heeft een sedatie gehad, dat hij iets rustiger is. Hij moet nu ongeveer nog een half uurtje even wachten tot hij wat wakker is, maar hij wordt al iets meer wakker. Dus ja, dat moeten we nu eventjes afwachten. Ze hebben dus verdovende zalf hier op zijn lip gedaan. En toen hebben ze met een naaldje wat cellen eruit gehaald om te kunnen onderzoeken wat het is. We denken niet dat het om een insectenbeet of iets gaat. Het komt eerder misschien, heel misschien in de buurt bij een tumor. Dat kunnen we absoluut nog niet zeker zeggen. We zeggen ook niet dat het het is. Maar we gaan er wel onderzoek naar doen. Dat stel het is het wel, dat we hem gewoon op tijd ook kunnen behandelen. Dus ja, vandaar moesten we wat celletjes bij Winnetou uit zijn lipje halen. En dat bloedde helaas ook iets. Dus Ben gaat het eventjes schoonmaken. Oeh, hij wordt al een beetje wakker. Zodat dat bloed in ieder geval weg is. En zoals ik al zei, ja, hij begint alweer wakker te worden. Maar we moeten nog wel even wachten voordat hij weer terug mag. Dus ik ga zijn neusje even schoonmaken. Er zit nog wel bloed aan. Zodat dat er ook vanaf is. Want ik kan me voorstellen dat als andere mensen daar de paddock in komen, dat die zich ook helemaal kapot schrikken als ze bloed zien. Dus ik zet het dadelijk ook sowieso even in de app. Dat is wel handig. De stal app. Dus ik ga het even schoonmaken voor Win. En dan mag hij een beetje langzaam wakker worden. Maar dat lukt al wel aardig. Hij is weer goed wakker zoals jullie zien. Dus die kan ook gewoon weer terug het koppel in. Nu bij de paarden. We gaan even een stukje buiten rijden. Rink is Louis aan het opzadelen. Dandy, ik ben even zijn maan aan het doen. Misschien knipt hij weer even een stukje af. Even de dode punten. En dan gaat het weer even opnieuw in de vlechtjes.
het is inmiddels de volgende dag en ik moest er nog eventjes iets bij toevoegen. Ik weet niet zeker of ik het in de vlog, de beelden heb gedaan. Maar als ik het wel heb gedaan, Louis die schrok gisteren heel erg van een afstapje. Want je hebt daar een stuk gras en dan in één keer ga je naar beneden op het zand. En daar schrok hij van, heeft hij best wel hoog om gestijgerd. Dus ja, dat was eventjes iets minder. Maar daarna hebben we het wel goed afgesloten. We hebben ervoor gekozen om het niet weer aan de hand te doen, omdat hij het heel erg spannend bleef vinden. Dus Rink heeft toen een heel klein afstapje met hem erop gedaan en dat ging eigenlijk heel erg goed. En wat we ook super knap vonden is dat hij eigenlijk meteen het water in ging. Dus toch een positieve ervaring. Alleen ja, met stijgeren, ja, hij schrok gewoon heel erg. En ik denk gewoon dat hij eventjes niet meer wist wat hij moest doen. Dus dat wouden we eventjes bijzeggen. Dus bij deze ga ik deze video afsluiten. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!